Hallo mensen, hartelijk welkom bij een nieuwe video van No Limits. En je zou je afvragen, Vincent, waarom zit jij niet in de achtbaan? Dit is gewoon even iets heel vets. Ik heb namelijk geleerd van iemand die ik dadelijk aan jullie ga voorstellen. Wie en wie dat is, dat zeg ik nog niet. Maar daar heb ik van geleerd hoe je een eigen achtbaan maakt. En ik ben al een beetje stiekem begonnen en ik wou hem nog niet helemaal afmaken zonder dat jullie het zien. Na het intro gaan we verder. Oké, people, let's go to work. Het is even een gedoe, maar dan heb je ook wat, toch? En ik ben hier met onze grote vriend Tim. Hallo Tim. Hoi. En Tim is een No Limits fan. Ja, zo kan je het zeggen, inderdaad, ja. En ja, jongens, dit is echt mijn allereerste achtbaan, dus verwacht niet heel veel. Maar verwacht wel dat ik hem heel vet probeer te maken. En dat is lastig. Ik zal Vincent zo veel mogelijk helpen. Ja. Nou ja, dat hopen we, hè? Ja, inderdaad. Dat, kijk hoor. Ja, ik heb hier, even kijken hoor. Select Modify. Ik heb het een beetje de standaard dingetjes uitgelegd. Het is best wel pittig. Het is anders dan we Rollercoaster Tycoon zijn gewend natuurlijk. Maar ja, dit moest een keer gebeuren. Ik bedoel, ik bereid elke keer andere mensen hun achtbanen. En nu een keer mijn eigen achtbaan maken. Nou, ik heb geleerd van, dit is een houten achtbaan, dat je altijd de speed erin moet houden. Dat vind ik belangrijk. Dat is van Flintstones. Kijk mensen, hoe ver ik ben gekomen, dankzij ons grote vriend Tim. Hij heeft me namelijk uitgelegd met de lifthill en alles en de snelheid en de hoe je de achtbaan kan kantelen. En ik ga nu wat water toevoegen, want ik wou je een heel groot meer maken in het midden. Nou, ik heb ook inmiddels een beetje mijn market tool van 16 points gedaan. Dat is lekker groot. Kijk, dan wordt het een heerlijk groot meer. En dat loopt een beetje naar daar zo. Want ik vind het altijd zo mooi, ook als mensen een achtbaan bouwen. En dat je dan echt een lekker groot meer ziet, zeg maar. Dat vind ik heerlijk. Nou, en hier gaat hij eromheen. En dan wilde ik eigenlijk daar in het midden ook nog een riviertje. Nee, dat ziet er... Dat ziet er heel raar uit. Medium grass. Oh, echt waar? Kijk hoe dat eruit ziet als je dat gras hierbij zet. Hoe dat... Wow, dat zie je echt weinig nog in parken, vind je niet? Dat zie je nog weinig in, vind ik. Klopt, ja. Jammer. Nee, zo. Dat moet je eigenlijk wel doen. Het ziet er wel mooi uit, ja. Het ziet er wel mooi uit, ja. En dan het water vind ik altijd zo mooi. Zo, ik doe nog een paar hierbij en daar. Even kijken, dan moet je een beetje langs de waterkant moet je dat plaatsen. Zo. Ik doe niet te veel, ik doe het een paar. Zo. Beetje omgeving, zo. En dan kiezen we ook nog dat we zeggen van, we doen de... welke hadden we nou net nog? De maple tree. De maple tree is wel mooi, maar de cherry ook. Dus ik doe de cherry ook gewoon. Doe gewoon een beetje erbij, zo. Zo. Beetje boompje bij boompje. Maar ik wil ook een beetje die grote bomen hebben. Dan heb ik maar een beetje dezelfde bomen. Anders ziet het er eigenlijk niet uit, hè. Maar de maple tree, die wil ik sowieso nog gaan gebruiken, zo. Oké. En dan gaat het gebeuren. Dan gaan we hem bereiden. Oké, mijn eerste coast, jongens. Oké. Oh, god. Dit hoort wat. Hou je vast, hè. Want dit wordt echt spacend. Dit wordt echt eng, dit. Ja, wat is het station gekomen? Kijk! Ja, en een tunneltje is er. Oh, dit wordt gaaf. Oké, ik ben heel benieuwd. Hoe kom ik erin? Dan file. Moet je weer naar file gaan en dan exit. Exit. Meen je dit? Moet ik hem niet opslaan? Moet je gewoon... Ja, opslaan. Ja? Leave ever editor? En dan moet je leave inderdaad. Zonde. Oh, dan zie je hem in je menu. Kijk, er is een foto in van mijn... Inderdaad. En dan play? En dan druk je op play, ja. En dan gaan we spelen. Oh, daar zitten we erin. Dit is mijn coaster! Oh! Yay! Nou, je hebt nog geen kleurtjes. Je hebt alleen roze. Roze. Ja, sowieso een roze baan. Oh! Roze. Oh, dat is creepy, joh. Oh shit, haalt hij het? Net hoor! Zo! Oh, wat vet. Nummer 1. Jongens, vond je dit een leuke achtbaan? Sowieso gaat deze naar de volgende ronde. Oh, die boompies. Oh, mooi, man. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Kijk die kronkel. Zo. Oh. Hoofd eraf. Oh crap. Oh. Dit is mooi hoor. Ja, ik moet je complimenten geven. Mooi, oh, dankjewel voor mijn eerste coaster. Terug, goed uit.
Holy shit! Nu al mijn favoriet. Zo. Kijk het station binnen. Oh, wat vet jongens. Nou dames en heren, dit was mijn allereerste achtbaan. Vinden jullie dat ik meer van zulke video's moet doen en een eigen achtbaan moet ontwerpen? Ga dan zeker eventjes een leuke comment plaatsen. Ik vond dit best wel een aardige achtbaan voor mijn eerste keer, toch? Ja, graag gedaan. High five! Hey. Hey! En dames en heren, als je het leuke video vond, tot de volgende keer. Doei doei! Tot ziens, hoi! Zo, zo goed klaar.